Eerste vraag. De trouwe honden. Wie en wat zijn jullie? Nou, trouwe honden is onafhankelijke fansite inmiddels. We hadden een fanzine, maar dat is dus opgeheven allemaal. En tegenwoordig zijn we een onafhankelijke fansite die een soort van wakend oog voor de club zijn. En hoeveel uur per week waken jullie dan op deze club? Nou, ik denk dat als je dat helemaal bij gaat houden, dat je wel op heel veel uur uitkomt. Dat je ongemerkt bent, gewoon een hoop dingen bezig. Ook met de site, je speurt alle andere sites af om te kijken of er een nieuwtje is. Er gebeurt hier wat, dan schrijf je eigen stukje over. Je overlegt met elkaar wat je eventueel aan nieuwe dingen kunt doen. En ik denk wel sinds het boekje er niet meer is, dat het een stuk minder is geworden. Ik denk dat een paar jongens er heel erg op achteruit zijn gegaan qua bezigheden. Omdat die echt een week voor de deadline gewoon zwaar aan het stressen waren, omdat alles nog in elkaar gezet moest worden. Maar eigenlijk al met al dat je toch wel per dag op een paar uur zit makkelijk. Je bent er continu mee bezig, denk ik, hè? Ja. Op het werk, thuis, noem het maar op. S'avonds regelmatig tot de nacht foto's plaatsen, filmpjes plaatsen, alles bijhouden. Op het werk, hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, gewoon internet. Net zoals wat Hans zegt, sites afspeuren. We hebben ook een eigen forum waar je dingen bespreekt. Dat goed bijhouden, elkaar tips geven. Ja, ze ben je toch wel druk bezig. Wat maakt de trouwe honden nou een fanzine? Nou, we zijn dus geen fanzine meer, maar een fansite. Hè? Nou ja, omdat we dus onafhankelijk zijn, hebben we met niemand rekening te houden. Niet met de club. We kunnen onze eigen mening geven. En, hoe uitzicht dat dan? Nou, door kritische stukjes te schrijven. Onder andere, wij brengen ook het nieuws. En we schrijven dus kritische stukjes. Ik bedoel, als wij het ergens niet mee eens zijn met de club, dan schrijven wij erover. En gelukkig zitten wij meestal wel op één lijn qua gedachten. Ja, en dan spuwen we onze kritiek. Sinds 6 jaar geleden zijn we toen ooit begonnen met het boekje. Dus vanuit één supporter is dat initiatief gekomen. Daar was toen een oplage van 25 stuks. Echt met de printer uitgedraaid. De bladzijdennummers werden met de pen erop geschreven en zo. En sindsdien is dat eigenlijk alleen maar groter geworden. Ja, eigenlijk is het trouwe honden een beetje ontstaan uit onvrede. Hè? Ik bedoel, het voetbal verandert, het wordt veel commerciëler. Het beleid, het supportersbeleid wordt met de dag gekker. Geen bier op de tribune, verplichte combi's die niet geen combi's hoeven te zijn. Maar daar verzetten wij ons, proberen we ons een beetje tegen te verzetten. En uit pure onvrede is het eigenlijk ontstaan, denk ik. Ja, het is niet zo'n actie als de jongens van de Rat die op de Skelter zijn van, vanavond hier komen, dat vind ik mooi. Ja, maar dat vind ik helemaal geweldig. Maar ik vind de meeste van ons, nou, ik denk wel allemaal, vinden de Rat sowieso wel geweldig. Het is ondertussen het enige fanzine wat nog over is. De rest is allemaal opgeheven. Dus ja, dat juichen we alleen maar toe, joh. Ik bedoel, het is alleen jammer dat het geel-zwart is allemaal. Maar voor de rest, vind ik de Rat prima. Prima initiatief ook. Nee, ik denk als jij gewoon altijd de beslissingen die tegenwoordig genomen worden met betrekking tot supporters, dat is allemaal gewoon de makkelijke kant op. Het geld staat voorop en niet de supporters. En ik denk als je daar gewoon op die manier een beetje kritisch in kan zijn en af en toe gewoon flink de knuppel in het hoenderhok kan gooien, dat mensen wakker worden. Ik denk dat een heel eind ben. En wat Jeff ook al zei, ik denk dat de Rat daar een heel goed voorbeeld in is. Ook qua manier van schrijven, maar die acties zoals nu met Skelters, vorig jaar dat ze lopend kwamen en zo. Ja, dat stop is je gewoon met dat soort ludieke dingen kunnen laten zien van luister, dat kan ook anders, het is gewoon belachelijk zo. Ja, dan ben je gewoon goed bezig. Ik denk dat wij qua gedachten gewoon eigenlijk wel op één lijn zitten met de Rat. Maar daar zijn we niet de enige. En je hebt ook van Sparta in de winning mood en bij Feyenoord had je Lunatic News. Ja, dat zijn allemaal groeperingen die zitten allemaal op één lijn. Ik denk dat al die groeperingen die in fans zijn ooit begonnen zijn, gewoon met hetzelfde idee begonnen zijn. Van we hoeven niet alleen maar ja en amen te zeggen en netjes op stoeltje te gaan zitten en klappen en juichen wanneer het van mij verwacht wordt. Maar je bent en blijft supporter. En het hoeft niet altijd op die manier dat de bestuur wil of de meeste mensen willen. Nou maken we bij NEC een bizar seizoen mee. Mm. Kun je daar wat over vertellen? Ja, nee, je zegt het zelf al bizar. Ik bedoel, ik ga zelf al 18 jaar naar NEC. Maar zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Ik bedoel, je stond op het punt van degraderen. En ik had het ook wel niet verwacht, maar ik had me er eigenlijk stiekem wel een beetje bij neergelegd. Ik dacht van, nou, dat wordt na competitie spelen. Maar ja, dat is toch wel gebeurd. En ik kan nog steeds niet echt verklaren wat er gebeurd is. Maar Lens is op een gegeven moment gaan draaien. Sibum is erbij gekomen. Ja, die jongens hebben de geest gekregen. Het tweede seizoen is gewoon helemaal top geworden. En nu sta je dus vanavond in de finale van de play-offs om de UEFA Cup. Ja, dat,
had ik een half jaar geleden niet gedacht. Het is wel bizar. Ik merk aan mezelf, ik ben de hele week al ermee bezig. En ik moet je wel eerlijk zeggen dat ik er niet echt een goed gevoel over heb. Maar dat gewoon... Dat is misschien de NEC-supporter zelf. Weet je wat het is? Eigenlijk is het raar, hè? Ik bedoel, je eindigt achtste. En dan sta je toch in de finale voor UEFA Cup voetbal eventueel. Nou, Intertoto hebben we dan al gehaald. Maar ja, dat doet mij persoonlijk niet zoveel. Het is leuk dat je het haalt. Maar nou moet je ook voor het echt gaan. Maar ja, het is natuurlijk... ik hoop natuurlijk dat we het halen. Maar als je als derde eindigt zoals NAC doet... en je hebt straks helemaal niks, behalve Intertoto... Ja, daar kan me wel iets bij voorstellen dat je flink baalt. En ja, over die groeperingen waar we het net over hadden, die zijn ook allemaal tegen de play-offs. Ik bedoel, er gaat helemaal nergens over. Je moet het gewoon houden zoals het was. En de eerste vijf, die hebben gewoon Europees voetbal. Ja, ik zal ook als je Europees haalt, ja, dat is geweldig. Maar als je gewoon kijkt met die play-offs, alle maatregelen die erbij genomen worden voor de supporters. Je moest 3 wedstrijden voor het einde van het seizoen, moest je naar Roda uit. Nou, dat was bijna de moeite, kon je met de autocombi. Dus dat je binnen een bepaalde tijd, kon je kaartje omruilen ergens in Limburg. Dan had je nog maar 3 kwartier naar het stadion te gaan, dus je kon niet de stad in. Maar omdat het nou in één keer voor de play-offs is, wordt gezegd van ja, vanwege de korte tijd moet je weer verplicht met de combi. Nou ja, het is met Pokken en naar Limburg en er gebeurt nooit wat. Maar je zit wel weer met z'n allen dat je verplicht hier moet zijn. Je wordt hier weer gefouilleerd, je kunt je ding niet doen, zit met z'n allen in de bus. Ben je daar weer op een bepaalde tijd aanwezig, vaak ver voor de wedstrijd. Nou ja, klantvriendelijk word je vaak ook niet behandeld in die combi's. Het gaat gewoon helemaal nergens om. Het is niet meer gezellig, hè? Kijk, als een combi nou gezellig zou zijn, waar je lekker biertje kan drinken en de mensen die een blootje willen roken, een beetje blowen, ja, dan is dat allemaal prima. Maar ik bedoel, die combi's, ik bedoel, je komt hier, je wordt gefouilleerd, je wordt die bus ingedropt en je moet bijna je mond dicht houden, bij wijze van spreken, om naar een wedstrijd te gaan. En dat maakt het gewoon niet meer leuk. En het Nijmeegse publiek is dat gewoon helemaal beu. Het Nijmeegse publiek, kun je dat omschrijven? Ja, ze zeggen altijd Nijmeegse publiek zijn nuilers, hè. Maar ik bedoel, ik heb wel eens jongens van Groningen gesproken en die zeggen dan ook weer Gronings publiek, dat is ook alleen maar nuilen. Ik bedoel, ja, wij nuilen inderdaad veel, we zijn kritisch, maar... Als je de Champions League finale tegen Juventus met 3-0 zou winnen, zijn er altijd nog mensen die hier die zouden zeggen dat het 4-0 had kunnen zijn. Ja, daar komt eigenlijk ook wel een beetje de trouwe honden vandaan, hè. Ik bedoel, wij mogen dan wel zeuren en zeiken, maar hoe dan ook, we zijn wel trouw aan onze club. Waar komt die trouwheid vandaan? Dat is een lastige, ja, ik denk een beetje van vroeger. Ja, het is ook voor iedereen verschillend. Ik denk dat iedereen op verschillende manieren in aanraking is gekomen met NEC. En ik denk dat elke club in Nederland wel kan beamen, of elke supporter, dat als je eenmaal besmet bent met het virus van je club, dan blijf je er ook voor gaan. Maar wat